Vandaag kijk ik naar 100 gekke voorwerpen die geplet worden. Je kan een spijker in het hout slaan met een hamer, maar het kan ook op deze manier met zo'n super gave pers. En kijk eens even, oh, het gaat door het hout heen. Huh? Het lijkt aan het einde net of dat die spijkers gewoon het ijzer ingaan. Dat zou natuurlijk een beetje raar zijn. Oeh, hier ben ik heel erg benieuwd naar een aansteker. En komt er nog een vlammetje uit? Nee, die gaat er ook niet meer komen, denk ik. Ik denk hij gaat ontploffen of zo. Nou ja, daar is natuurlijk wel een vonkje voor nodig. Kijk, als deze aansteker nu aan zou springen, dan was het misschien een ander verhaal geweest. Ik heb niet zoveel verstand van aanstekers. Maar hier heb ik wel heel veel verstand van. Boeken. Nee, dat is een grapje. Daar heb ik echt al helemaal geen verstand van. Maar hoe gaat dit eruit zien? Dit wordt toch super satisfying. Dat moet toch wel? Wat, yo? Wat, yo? Hij zaagt er gewoon doorheen. Wat? Ja, maar hoe gaat dit zo makkelijk dan? Omdat het een super sterke pers is waar niks tegenop kan. Oh ja. We hebben hier een 1000 graden warme ijzeren ding. En hij wordt helemaal met de grond gelijk gemaakt. Kijk eens even. Oh, dat ziet er satisfying uit. Jazeker. Oeh, hier ben ik wel benieuwd naar. Oké, daar gaat hij hoor. Een bal. Een baseball. Hoe noem je zo'n ding? Ik heb geen idee. Oké, hij prikt er gewoon letterlijk doorheen. Ik dacht echt dat dit een heel stuk spectaculairder zou zijn. Ik weet niet. Als je dit zo ziet, dan ben je wel benieuwd wat er gaat gebeuren of zo. Maar nee, dit viel heel erg tegen. Maar misschien is een mango veel vetter om te pletten. Laten we kijken. Oké, daar gaat hij. Hij wordt al helemaal geplet. En er komt een hele hoop mango sap uit, lijkt het wel. Ai, 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 ai. Gadverdamme, dit ziet er heel erg smerig uit. Of nou ja, een mango is natuurlijk heel erg lekker. Ik had hem eigenlijk nog best wel op willen eten. Al ziet het er nu niet zo lekker uit. Dit is gewoon zonde. Oeh, dit vind ik al helemaal lekker, mensen. Een bueno, daar kan je me echt s'nachts voor wakker maken. Maar dit zou ik er niet zo snel mee doen. Ah, kijk dan. Hoe zielig. Ik had gewoon een fantastische tijd kunnen hebben met deze bueno. Maar nee, ze besluiten het om voor de wetenschap te vernietigen. Heel triest dit. Oh, en nu is deze golfbal aan de beurt. Oké. En die gaat sowieso uit elkaar klappen, of niet? Nee, ik denk het niet. Of wel? Ik weet het niet. Oh, het ziet er heel erg raar uit. Net of dat het een soort van vloeibare golfbal is of zo. Kijk dan, het ziet er gewoon een beetje weird uit of zo. Kijk dan, ja. Gewoon net of dat het vloeibaar is. Heel vreemd. Oh, deze pers is nog vetter. Kijk, er komen allemaal van die sliertjes uit. Kom eruit, ja. Goed zo. Nice. Dit wil je toch gewoon 10 keer achter elkaar kijken? Of ligt dat aan mij? We gaan het gewoon doen. Dit is nummer 2. Nummer 3. Oké, dat was alweer genoeg. Ik denk niet dat het verstandig is om onder deze machine een potje Jenga te spelen. En je zag meteen waarom. Nee, doe dit thuis niet na, kinders. Dat loopt 100% verkeerd af. Oh, en hier hebben we een taartje. Ai, ai, ai. Ik denk dat de jarige hier niet heel erg blij mee is. Wow, hier ben ik benieuwd naar. Een hangslot. Is hij echt zo stevig als dat we allemaal denken? Nee, hij klapt gewoon uit elkaar. Dus mocht je ooit in de situatie komen dat je een hangslot wil openmaken, heb je gewoon deze pers nodig. Dan lukt het 100%. Maar ja, til deze pers maar eens op. Dat lukt je niet. Een uranium bal. Die zou nog best wel eens kunnen winnen van deze pers. Want die ballen zijn echt ongelooflijk sterk. Dat is niet normaal. Of gewoon dat materiaal, zeg maar. Wow, yo. Ja hoor, de pers die breekt gewoon. Wat? Oké, heel erg ziek. Kijk dan, hij klapt gewoon helemaal uit elkaar. En een tijdje later is er alleen nog maar dit van de pers over. Ja, ze denken ook van laat maar doorlopen. We moeten toch al een nieuwe kopen. Deze pers is niet meer te redden. En oh zo, inderdaad. Wow, yo. Die bal is er gewoon helemaal doorheen gedrukt. Wat? Kijk dan, die hele pers is gewoon vernield door die bal. Misschien moeten ze een uranium pers maken. Die gaat echt overal doorheen. Dit is zonde van de Skittles. Heel erg zonde van de Skittles. Kijk dan, joh. Waarom zou je dit doen? Ik zou zeg maar wel de guy zijn die alsnog deze Skittles zou opeten. Ook al zijn ze in deze staat. Ja, boeien. Ik denk niet dat het anders smaakt of zo. En wat is dit? Zijn dit powerbanks? Oké, en... Wow, yo! Dat vliegt gewoon in de fik! Nee, joh. En deze hamer, wat, die splijt ook helemaal uit elkaar. Waarom komt er lava vanaf? Huh? Wow, yo! Oké, die zag je niet aankomen. Dit was de ziekste tot nu toe. Oeh, en wc-papier. Hoe sterk is dat nou echt, hè? Hoe sterk is dat nou echt? Laat maar eens zien. Oh, wow, yo! Dat vloog echt alle kanten op. Ja, bij deze video wil je gewoon weten hoe dat het afloopt, toch? Oh, wow, yo. Oh, oeh! Dit is ook weer zo satisfying, dames en heren. Even hoor. Wat doet deze video me aan? Ik vind het geweldig. Ik kan het de hele dag kijken. Nog wat touwtjes. Och, ja. En minje, nee. Doe even normaal. Kom op, wat heeft hij al misdaan, man? Oh, wat gaat er met deze diamanten gebeuren? Dat waren geen echte diamanten. Echte diamanten hadden dit sowieso overleefd. Oeh, dit kan alleen maar, ja, in 100.000 stukjes uit elkaar spatten. Dit is ook zo'n gek beeld weer. Er staat love en dan maak je het kapot. Hierbij denk ik gewoon, where is the love? Waar is hij nou gebleven? Oeh, we hebben hier een versnipperaar. Dit is ook vet. En hier gooit hij walnoten in. En oké, dit is ook een manier om je noten te kraken. Ja hoor, dit gaat een stuk sneller. Alleen zijn de noten zo wel een stukje meer crunchy door dat er allemaal schil doorheen zit. Oeh, en een bal. Oké. Ja, die gaat gewoon op een gegeven moment helemaal mee in die versnipperaar, of niet? Of blijft hij gewoon liggen? Hij ligt nou oprecht al een minuut op deze manier. Oh, daar gaat hij. Wow, yo.
Oké, nice. Heel satisfying. En hier hebben we een plastic bak. Ja, deze machines worden dus gemaakt om, ja, bijvoorbeeld afval gewoon super klein te versnipperen en om het te recyclen en zo. Dus een plastic bak als dit maakt zo'n machine echt met gemak kapot. Echt binnen enkele seconden, zoals je ziet. Wow, yo. Hoe sterk is Lego nou echt? Ik ben heel benieuwd naar deze video. Oké, er ligt al 200 kilo op en er gebeurt nog niks. 400 kilo. Wow, yo. De Lego houdt het gewoon, hè. 600 kilo. Wow, yo. Bijna 700 kilo. 700 kilo. Oké, ziek. Die man achter de camera wordt ook helemaal gek. 900 kilo. Wat? Oké, dan breken nu eindelijk een paar blokjes af. Maar dit is sterk, hoor, mensen. Moet je nagaan. Dit is gewoon speelgoed. En het is zo stevig. Ja, nu schiet het echt alle kanten op. Nu kan de Lego het niet meer winnen, helaas. Maar deze Lego hield het echt lang vol. Had ik niet verwacht. Dit moet wel heel blijven, want iedereen zegt altijd een Nokia is een onverwoestbare telefoon. De mensen die dat altijd zeggen hebben toch ongelijk. Ja, er is helemaal niks meer van over. Stel, je kan er nu nog mee bellen. Dat zou wel heel erg ziek zijn. Dit is al helemaal een goede test. Ze hebben deze twee Nokia's met elkaar laten bellen en... Oké. Oh, wat? Nee, joh. Hij vliegt gewoon in de fik. Hier denkt iemand dat hij zelf een pers is. Gaat het hem lukken? Nee, joh. Wajo. Wel? Dit ben je niet. Kijk dan, daar gaat hij, hoor. Hij heeft hem gewoon. Wist jij dat als je op deze manier op de abonneerknop klikt, dat je geabonneerd bent op mijn kanaal? Probeer het maar. Ik zweer het. Het werkt echt. We hebben hier wat vaseline. Oké. Wat gaat hiermee gebeuren? Het spat helemaal uit elkaar, zoals iedereen verwacht had. Oh, hier hebben we nog een zalfje of zo. Oké, ik ben benieuwd. Oké, dit gaat ook helemaal uit elkaar ploppen, ja. En hier hebben we nog een lekker zalfje. En die gaat ook helemaal uit elkaar klappen natuurlijk. Of niet? Het zou eens niet gebeuren. Oh, dit is zo zonde. Hier had je je gezicht nog mee kunnen insmeren. Of weet ik veel waar dit voor bedoeld is. Hé, maar even hoor, waarom zou je dit dan weer doen? Dit is toch niet normaal? Kijk dan, dit is zo zonde. Dit had je gewoon nog op kunnen eten. Ik kan hier oprecht heel verdrietig om worden. Wat is dit dan weer? Oké, een baksteen. En dit is ook een soort van pers dan of zo. Ik heb geen idee. Ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. En, oh, dit klapt gewoon helemaal uit elkaar dan. Oh, dit is zo'n machine om huizen mee te slopen. En je ziet het, mensen. Die machine doet het aardig goed. Dat komt natuurlijk omdat die hiervoor gemaakt is. Echt, als ik zo'n machine zou hebben, zou ik de hele dag alleen maar dingen verpletteren ermee. Maar dan niet om iets nuttigs ermee te doen. Ik zou dit gewoon puur en alleen voor de lol doen. En kijk dan even hoe hard die uit elkaar klapt. Bam! Hoppa! Epische ontploffing. Waarom zou je dit doen? Even serieus. Geld. Geld kun je uitgeven. Daar kun je veel meer betere dingen mee doen dan het onder zo'n machine zetten. En hier hebben we nog meer geld. Ik denk dat de gast die dit soort filmpjes maakt heel erg rijk is geworden met het verpletten van dingen in dit soort machines. 100% dat hij miljonair is. Anders doe je dit soort dingen niet. Oeh, een dumbbell. Dat zijn toch wel van die dingen waarvan je zou zeggen dat ze onverwoestbaar zijn. Maar nee dus. Oeh, ijzerpletten. Ik ben benieuwd. Mijn aandacht heb je. Oh, gaat het er echt bovenuit komen? Dat zou wel ziek zijn. Dat zou echt enorm ziek zijn. Dat kan toch niet? Ofwel. Hij gaat het dus nog een keertje aanduwen met deze ijzeren staaf. En ik ben benieuwd hoe dat er dadelijk uitziet. Oh, hij drukt het eruit en wat? Nee, joh. Het is gewoon een soort van ijzerhamburger geworden. Oeh, druiven. En wat zit hier voor een gekke, doorzichtige pers op? Oh, wat? Hiermee maakt hij gewoon druivensap. Oké, ziek. Heel erg ziek. Ha. Dit is best een goede uitvinding voor de wijnbranche, weet je. Op deze manier kan je veel makkelijker wijn maken dan met je voeten in die druiven te moeten stampen. Klik hier voor nog meer dingen die geplet worden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer van dit soort video's. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!